De afgelopen 7 jaar gebeurt. Ik raak constant in de war. En daar gaat dit verhaal ook een beetje over. Ik heb spelregels, maar die heeft eigenlijk Lars ook gezegd. Je mag je telefoon gewoon aanhouden, want dat kan echt belangrijker zijn dan mijn verhaal. Je mag ook vragen stellen, maar daar ben ik niet altijd heel handig mee. Want ik weet het heel vaak niet. En ik heb geen geduld. Ik ben manisch positief en ik wil graag iets toevoegen aan de wereld. En ik zat op een gegeven moment in een hele hoge etage, op heel hoge bedrijven, door mijn klanten ervan te overtuigd worden dat wat ik voor ogen had binnen hun organisatie echt niet zou gaan lukken. Want de OR zou er wat van gaan vinden en iedereen zou moeilijk gaan doen en ze gingen vast met een hak in het zand, gedoe, gedoe, gedoe. En daar werd ik nog voor betaald ook. En flink, want ik had een goed bureau, dus ik zat ergens, dagdelen tijd, betaald te worden om ervan overtuigd te worden dat wat ik wou niet kon. En daar klopte geen s'nachts meer van. Zijn mensen zeggen, ik wil niet zoveel mail. Het is heel simpel, gewoon je mailprogramma niet aanzetten. Kan dat? Ja, dat kan, heb ik gedaan, wekenlang. Gebeurt helemaal niks ergens. Dus als je zegt, ik heb veel gedoe en ik kan er niks aan doen, dan is het waarschijnlijk je eigen schuld. Snap je nog? Ik weet niet of jullie zijn adviseurs werken, dat je denkt, we gaan daar smakken van geld naartoe en we waren er toch al lang uit. Ik ben daarmee gestopt, dus ik ben gaan werken op, dat heet waardebepaling achteraf. Ik kom op de plekken waar ik wil zijn en mensen mogen kiezen wat ze teruggeven. Ik merk het wel. En dat doe ik na zo'n 7 jaar en ik ben nog steeds niet dood. Dus dat kan ook. En we hebben zeker in Nederland en masse afgeleerd om te vragen wat we willen, terwijl ik de grootste grabbelton van de wereld weet. Maar we kunnen niet meer grabbelen. En dat is stom. Dus als je een fles wijn krijgt en dat heb je 100 keer, dan heb je uiteindelijk, ik had letterlijk dan een stalen kast bij mij op de werkplek staan, een kast vol met wijn. Nou denk je, ja maar ik drink geen alcohol, daar heb je dus geen reet aan. Dat is helemaal niet waar. Want als je wel verhalen mag vertellen, dan ik moest bij ondernemersnetwerk in Nijmegen een keer verhalen vertellen en die zeiden, we hebben een nieuwjaarsborrel. Ik zei, dat is grappig. Maar er gebeurden nog een paar dingen waar ik in die tijd in de war raakte. Een andere was dat ik op internet dat filmpje tegenzag van de schoonmaakcampagne in Estland. Wie heeft het gezien? Even vingers. Oh, dat zijn er nog niet zoveel. Cool filmpje, toch of niet? Ja, geweldig. Ik was helemaal van de wap toen ik het zag. Wat is er gebeurd? Reiner, die woont in Estland. En in Estland was het goed gebruikt. Als je rotzooi had, dan keeper die dat in het bos. Dat scheelt verwijderingsbijdrage. Dus als je daar door het bos liep, dan liep je eigenlijk door een soort witgoedwinkel. Zeg maar Google Map van alle rotzooi in Estland. En als je dan, dat is allemaal BE'ers, bekende Estes, gevraagd vertellen, dat is wat over op tv. Dus als je zei, ik wil wel meehelpen en ik woon in Tallinn, dan kreeg je een mailtje terug. Hé, er ligt daar een oude accu, kan jij die dan op 3 mei even in een containertje kieperen? En als je dat met 50.000 mensen doet, kan je in 5 uur tijd een land schoonmaken. De volgende stap is, kunnen we die helpenergie dan ook richten om bergen te gaan verzetten? Want als je het niet kan richten, dan blijf je een lollig verbonden netwerk die allemaal tegen elkaar blijft zeggen, wat zijn we toch leuk aan het willen helpen? En dat is nou net niet genoeg. Wat ze in Estland hebben gedaan, is ze hebben die energie gericht en gezegd, we gaan het land opruimen. En eens wist iedereen die wilde helpen ook wat hij moest doen. Nou, dus daar was ik een beetje van in de war. En dat was in de periode dat Herman Dummer, die is vanmiddag ook een van de Durf te Vragen begeleiders, die belde mij, die was gebeld door iemand die in de jaarbeurs de Performa organiseert. En wat zou er nou gebeuren, weet ik, 400-500 bezoekers per dag, als die 400-500 bezoekers op die dag elkaar gaan helpen? En hoe leuk zou het zijn als Schouten Nelissen het antwoord niet heeft, dat ze dan zeggen, nee, maar je moet Boertien hebben of de Baak, of weet ik, dat ze elkaars kennis gaan delen. Dus wij kwamen met kunstenaars, schrijvers, muzikanten, IT'ers, weet ik het wat allemaal. En dus die heer van de jaarbeurs zei, nou dat mag. Dus we hadden een week tijd om een stand ingericht te krijgen op de jaarbeurs. Geen geld, wel veel energie. En laptopjes neergezet en toen hebben we de slechte gebeld, kennen jullie wel, hè? Boekenzaak die inmiddels anders heet, selectie, dat weet ik het. En zeiden, joh, we gaan iets doen op de jaarbeurs en hebben jullie nog boeken over die wij dan weg mogen geven? Weer even stil. Maar ook wel een soort zucht van verlichting, want wat is er aan de hand? Dat kan je nu ook in die boekenzaken zien, die raken een stapel boeken aan de straatstenen niet kwijt. En dat jij iets wil wat meneer daarachter heeft, maar je hebt niet om gevraagd. En ik was in Estland, ik ben inmiddels een redelijk vriend met Reiner, ik was in Estland en daar moest ook een deur te vragen beurt gekregen. Er was een dame, ja, weet je, ik heb van alles gelezen over dat je van geitenmelk en van je hele duurzame cosmetica van te kunnen maken. Ik weet niet hoe, maar dat zei dat gelezen. Dus het enige wat ze nog nodig had was een boerderij. Dus ze zat in de beurs op, ze zei ja, ik heb een rare vraag.
iemand nog een boerderij over. Die heeft ze gekregen van de man die naast haar zat. Wat zou er nou gebeuren als mensen van een zo divers mogelijke achtergrond in ieder geval 2 uurtjes per jaar met elkaar in dialoog in plaats van in debat gingen? Dus dan gaat het over wel luisteren naar elkaar en niet de hoogste tonen vervoeren, etc. Dus die zijn ermee begonnen en in 2009 was het inmiddels in 5 steden, dus altijd de eerste week van november. Maar het was nog niet in Nijmegen. Joh, hebben jullie een zaaltje over? Komt die terug gefietst? Beetje raar verhaal, Niels. We hebben een pand gekregen. Torenopstraat 117, voor de mensen in Nijmegen, wees welkom. Daar ligt nu de waarmakerij. En waarmaken betekent niks anders dan dingen laten lukken. Het huis is af. Deze vervelend is vorige week waarschijnlijk in de fik gestoken en het huis is ook weer weg. Dus dit gebeurt ook als je zulke heftige dingen aan het doen bent. Maar het mooie is, ik heb Sjoerd erover gesproken. We hebben samen gehuild op de vijand en alles erop en eraan. En toen zei hij iets waar ik niks dan bewondering voor kon hebben. Hij zei, het huis is weg, maar het netwerk niet. Dus je kan mijn huis wel afpakken, maar die overwaaier is niet weg. En de energie waarmee we willen bouwen is niet weg. So, there's more to come. Maar wat hij heeft laten zien, is dat je zonder geld een heel huis kan bouwen. Do Social is een onderdeel van een hele grote beweging die gaat over mensen die doorhebben dat op dit moment netwerk, toegang en reputatie mogelijk maken om meer te delen dan ooit tevoren. Er zijn allerlei clubs mee bezig. Jullie zitten hier bij elkaar, maar de grenzen zijn er niet meer. We hebben Peerby, die spullen met elkaar deelt. We hebben Thuis Afgehaald, die het mogelijk maakt om eten met elkaar te delen. We hebben Snapcar, die het mogelijk maakt om... Nee, jullie auto wordt nu niet gebruikt, stel je voor dat je een tientje kreeg omdat iemand anders hem voor je gebruikt. En dat elke dag, ga even rekenen. De gemiddelde boer in Nederland wordt 5 minuten per jaar gebruikt. Stel je voor dat je per straat maar 1 boer hebt en van het geld wat je over hebt een straatfeest gaat organiseren. Dit is nu aan de hand. Dus wat je moet leren is grabbelen en weten wat je wilt. En die vraag moet je beantwoorden met je ogen dicht en dan kijken, wat zie ik dan dat er veranderd is in de fysieke wereld? Zolang je dat niet helder hebt, maakt het onmogelijk voor anderen om jou te helpen. Dus misschien als tip voor vanmiddag en ook als afsluiting, als jou gelukt is wat je wilt dat je lukt, wat is er dan gelukt? Dank jullie.